Volgende onderdeel, de directe kostprijsberekening. Als we het vergelijken met de integrale kostprijsberekening, dan kijkt de directe kostprijsberekening of de variabele kostprijsberekening in eerste instantie enkel naar de variabele kostprijs om de productiekosten te bepalen. Waarom is dit interessant? Als we op korte termijn beslissingen willen nemen, bijvoorbeeld een bepaalde bestelling of dergelijke, dan wil je eigenlijk heel snel een oordeel kunnen vellen over, ja, maken we op dat order winst of niet? Als we dan kijken naar de verkopen, daar de variabele kost van aftrekken, dan heb je al direct een idee van de bijdrage of de contributie van een bepaald product of meerdere producten in je gamma. De vaste kosten worden beschouwd als periodekosten en die hebben we dus altijd, ongeacht we nu extra verkopen of niet. Uiteraard moeten die er ook wel achteraf van aftrekken om een eindresultaat te bekomen. Nu, we gaan eens kijken naar het voorbeeldje dat in de cursus zit. We hebben hier een situatie waarin we in normale omstandigheden 50.000 eenheden produceren. En voor die 50.000 eenheden is de situatie ook uitgeschreven. Twee dingen zijn hier belangrijk. We hebben onze kosten, waarbij de vaste kosten 2.300.000 zijn en dus niet veranderen, ongeacht het aantal, bij 50.000 eenheden, 40.000, 15.000, 60.000, maakt niet uit. Het blijft altijd 2.300.000 of 2.300.000 euro. Bij een aantal van 50.000 euro hebben we uiteraard wel, en ik heb de berekening eens gedaan, maar ik ga ze nog eens opnieuw doen, 2.300.000 euro vaste kosten, gedeeld door 50.000 eenheden in deze situatie, geeft mij een vaste kost per stuk, en die kunnen we uiteraard telkens ook berekenen, van 46 euro. Dan hebben we ook nog variabele kosten, en de variabele kosten die blijven vast, of dat is natuurlijk misschien een foute uitdrukking, maar die blijven in ieder geval onveranderlijk per stuk, of we moesten betere prijzen onderhandelen over onze aankoop van de grondstoffen of handelsgoederen bijvoorbeeld. Maar in dit geval hebben we dus berekend, we hebben een variabele productiekost van 34 euro per product. Als ik daarentegen rekening houd met de 50.000 stuks, 34 euro 50.000 stuks, kom ik op 1.700.000 euro totale variabele kosten. Dus hier kan dit veranderen, afhankelijk van het aantal. En hier kan dit veranderen afhankelijk van ook weer de aantallen. Dus vaste kost totaal blijft onveranderlijk en de variabele kost per stuk blijft ook onveranderlijk. Belangrijk voor het vervolg. We hebben hier drie kwartalen voor de concrete situatie waarbij we in het eerste kwartaal 50.000 stuks verkopen. Er 48.000 verkopen en dan komen we uiteraard bij 2000 stuks die op het einde van het jaar overblijven. Logischerwijze starten we ook die periode met dezelfde 2000 stuks, of het volgende kwartaal met die 2000 stuks. We gaan weer 70.000 stuks produceren. Daar moeten we uiteraard 25.000 stuks van de verkoop van aftrekken. En dan houden we op deze moment 47.000 stuks op het einde van het jaar over. Daar starten we terug mee. We gaan weer produceren, komen er 30.000 bij. Gaan er 70.000 vanaf en op het einde van het jaar houd ik er 7.000 over. Als we eens kijken naar de kostprijs per stuk volgens de directe kostenmethode, dan rekenen we enkel de variabele kost. En de variabele kost die had ik hierboven in mijn tabel, dus de 34 euro komt vandaar. En als ik de kostprijs van de integrale kostprijsberekening wil, dan moet ik daar nog het stukje vaste kost bij tellen. Dus ik neem de 34 euro variabele kost, maar ik had ook nog een stukje vaste kost per stuk. Die moet ik erbij tellen om tot 80 euro per stuk te komen. Als we dan eens gaan kijken naar de verkopen, die we in het eerste kwartaal hebben gedaan, dan heb ik, en waar haal ik de informatie? Je kijkt gewoon in de tabel, oké, verkopen 48.000 stuks aan 100 euro, en de 100 euro die staat even kijken, ook bij in de tabel. De omzet, uiteraard, als ik 5 miljoen euro omzet heb, dan wil dat zeggen dat ik 50.000 stuks aan 100 euro verkocht heb.
Dus ik heb 48.000 stuks aan 100 euro verkocht. De beginvoorraad, die is nul. Ik ga een stukje produceren. En wat is het stuk dat ik produceer, vind ik weer terug in de tabel. 50.000 stuks aan 34 euro variabele kost. Deze 50.000. En de directe kostprijsmethode, waar we nu voor de linkerkolom mee bezig zijn, neemt enkel 34 euro. We eindigen met 2000 stuks die ik ook weer terugvind in de tabel. En die 2000 stuks, ja, die komen van het stukje productie die hier geproduceerd werden. Dus die zijn gewaardeerd aan 34 euro. Ik hou 2000 stuks van 34.000 euro, aan 34 euro over. Dus geef mijn bedrag van 68.000 euro. Als ik mijn bijdrage of mijn contributie wil berekenen, dan moet ik dus starten van de verkopen, 4.800.000. Begin vooruit kunnen we hier uiteraard niet tellen. Maar ik trek daar dan het stukje productie van af. Dat zit bij de kosten. Ik houd een stukje voorraad over, dus dan moet ik er terug bij tellen. En dan heb ik in totaal een bijdrage van 3.168.000 euro. De vaste kosten gaan er ook af. Waar vind ik die terug? Bovenaan in de tabel. Die vaste kosten bedroegen 2.300.000. Die gaan er af om tot het uiteindelijke resultaat van 868.000 euro te komen. Als ik de integrale kostprijs bereken, dan tel ik niet enkel het stukje variabele kost, maar ik tel ook het stukje vaste kosten erbij. Dus we hebben dezelfde verkopen, wijzigt niks. Begin vooruit, ook hier dezelfde, geen. De aantallen veranderen niet, maar wat verandert er wel? Ik neem de 80 euro in plaats van 34. En van waar komt de 80? Ik neem het stukje variabel, vast. Dus geef mij 80 euro per stuk integrale kostprijs. De waarde van de eindvoorraad zal dus ook anders zijn, omdat de stuks niet aan 34 euro gewaardeerd zijn, maar wel aan 80 euro geproduceerd. Dus ze zitten ook aan 80 euro in de eindvoorraad. Verschuif ik naar volgende periode, dus die moet ik er terug bij tellen. Het resultaat zijn de 4.800.000 minder 4 miljoen plus 160.000 erbij geeft mij 960.000 euro. En daar zit een verschil van 92.000 euro. Nu, van waar komt dat verschil? Het verschil zit uiteindelijk in de waarde van de eindvoorraad. Als we kijken bij de eerste methode, directe kostprijsmethode, heb ik een voorraad gewaardeerd aan 68.000 euro en hier aan 160.000 euro. Ja, als ik een stukje kosten naar de volgende periode ga overhevelen, hè, dus hier in dit geval 160.000 euro, ja, dan is het resultaat hier uiteraard iets hoger, omdat ik meer overhoud, zogezegd. Van de 4.800.000 euro ga ik een stukje kosten naar de volgende periode schuiven, dan heb ik hier een beter resultaat. En het verschil effectief is 92.000 euro. En dat is dus het verschil in de variabele kost en de vaste kost hier. Het stukje dat daar anders is. Dat is ook weer de 92.000. Oké. Dan, tweede kwartaal. De situatie is licht anders, maar de methode is exact dezelfde. CK staat voor constante kost. En waar haal ik mijn constante kost? De constante kost bedraagt 32,86 euro in principe. Maar hoe kom ik daaraan? Eens kijken bovenaan in de tabel. Ik heb een vaste kost van 2.300.000 euro. En dan moet ik weten hoeveel stuks dat ik ga produceren. Dus in dit geval heb ik kwartaal 2 een productie van 70.000. Ah, voilà, dan kunnen we de berekening maken. 2.300.000 gedeeld. Dus we hebben de vaste kost van 2.300.000 euro. We delen door het effectieve aantal dat in dit kwartaal geproduceerd wordt. 70.000 stuks, terug te vinden in de tabel van kwartaal 2. En als ik dat deel, kom ik op 32,86 euro afgerond. De variabele kostprijs per stuk die blijft onveranderlijk. 34 euro.
wat mij een totale kostprijs oplevert van €66,86 afgerond. We gaan weer de verkopen bekijken. In dit kwartaal, en dat is een groot verschil ook met de vorige periode, in dit kwartaal verkoop ik maar 25.000 stuks, maar ga ik wel heel veel produceren. Dat is al een belangrijke opmerking, omdat onze eindvoorraad heel groot gaat zijn. We hebben net gezien dat de eindvoorraad en het verschuiven van kosten naar de volgende periode een groot effect heeft op het resultaat, dus dat zal hier wellicht tot uiting komen. De beginvoorraad, die hebben we hier wel. De beginvoorraad van deze periode is de eindvoorraad van vorige periode. Dus we starten in kwartaal 2 met de 2000 stuks die we hadden uit de vorige periode overgehouden. En die hebben we hier aan €34 gewaardeerd. Dus die blijft ook op die manier binnen de firma. We gaan produceren en we hebben gezien dat we 70.000 stuks gaan produceren aan de variabele kost van €34, want we zijn voor de directe kostprijsmethode bezig. We hebben een eindvoorraad, een grote eindvoorraad van 47.000 stuks, ook weer aan de €34 gewaardeerd. Contributie of de bijdrage voor deze periode. Ik start van mijn verkopen 2,5 miljoen. Ik ga kosten maken, want ik ga voorraad verkopen. €68.000. Ik ga hopelijk ook het stukje dat ik produceer verkopen. Maar wat blijkt, ik hou het heel veel over. Die kosten mag ik niet in deze periode steken. Dus die ga ik verschuiven naar volgend kwartaal. Dus er verschuift €1.598.000 naar volgend kwartaal, vandaar het plus. Dus de contributie is hier €1.650.000. We trekken daar weer de vaste kosten van 2,3 miljoen af. En dat geeft mij een resultaat van €650.000 min. Negatief resultaat dus. Opvallend. Verkopen volgens de andere kostprijsmethode. De integralen zijn exact dezelfde. We zitten weer met een beginvoorraad. Maar, goed opletten. De beginvoorraad zal hier aan €80 zijn. Waarom niet aan de, de €66,86? We hebben hier nog niet geproduceerd in dit kwartaal. Dus de eindvoorraad zal vandaar komen en is hier de beginvoorraad. Dus die €80 komt van vorige productie. We gaan nu produceren aan de nieuwe kost. €66,86 afgerond. En de eindvoorraad, dus de stukken die we overhouden, zullen ook gewaardeerd zijn aan die prijs. Resultaat dat we overhouden, €802.285,71. En dat is dus een groot verschil van quasi 1,5 miljoen op de voorraad. Het is hier kort uitgelegd. We zitten met een beginvoorraad, maar vooral een grote eindvoorraad. Dus er is een toename van de voorraad van quasi 1,5 miljoen. En bij de integrale kostprijsmethode, ja, is dat enorm. Dus dat geeft vandaar een groot verschil. Ik ga de rest nog even zo overlopen en dus iets sneller overlopen. Kwartaal 3. Opmerkelijk is dat we weinig produceren, 30.000 stuks ten opzichte van vorige periode. En als we weinig produceren, dan kunnen we natuurlijk onze vaste kosten, die altijd hetzelfde blijven, ook over minder aantallen verspreiden of spreiden. Dus in dit geval heb ik een vaste kost per stuk van €76 en zoveel, plus die variabele kost die telkens dezelfde blijft in dit geval. Dus we hebben voor deze periode, kwartaal 3, een productiekost, volgens de integrale kostprijsmethode, van €110. Je zal zien dat dat hier ook een effect heeft. We verkopen nu wel veel, dus we verkopen 70.000 stuks in deze periode. Maar we kunnen dat makkelijk overbruggen, want we hebben de grote beginvoorraad die nog van vorige periode komt. We produceren 30.000 stuks aan, voor de integrale kostprijsmethode, dus een hoge prijs van €110. Vandaar dat het verschil tussen de twee ook bijzonder groot zal zijn. Dus door die hoge prijs maken we hier veel kosten en zal het resultaat veel lager zijn dan volgens de directe kostmethode. Het verschil daar is €1 miljoen. En dus staat ook hier verder uitgelegd.
per kwartaal of periode gaat de manier van werken dus dezelfde zijn. Waar moet je op letten? Dat de voorraad, of de waardering van de voorraad, bijvoorbeeld hier, de 66 euro, die komt van vorige periode. Dus we hebben in vorige periode geproduceerd aan 66,86 euro. Als dat in de voorraad blijft zitten, gaat die mee naar de volgende periode. Maar vanaf dat we beginnen te produceren, wordt de eindvoorraad wel aan datzelfde bedrag ook gewaardeerd. Dat is een belangrijk ding waar je moet opletten volgens de integrale kostprijsmethode. Waarom is die directe kostprijsmethode nog interessant?